We gaan naar de winkel en we betalen digitaal met onze smartphone via QR-codes. We kopen een huis en we gaan zelf niet meer langs bij de bank om een lening af te sluiten. We kopen goederen online en die gaan de dag daarna al geleverd worden aan onze deur. Allemaal heel mooie voorbeelden eigenlijk van de impact die fintech heeft gehad en nog altijd heeft op ons leven. Mijn naam is Björn Vuilsteker. Ik ben co-founder en CTO bij WeGroup. En vandaag ga ik jullie iets meer vertellen over een aftakking van fintech die pas de laatste jaren is beginnen opkomen, genaamd InsurTech. InsurTech is er eigenlijk gekomen op vraag van de eindklant, die net door die hele revolutie in fintech zag wat de impact kan zijn op die klantbeleving. En die wouden het natuurlijk ook doortrekken naar het verzekeringsluik. In het begin, toen die eerste spelers wat actief begonnen te komen op de markt, waren de incumbents, dus de mensen die eigenlijk het langst al actief zijn in de markt, een beetje bang. Dat is een natuurlijke reactie, want die zien ze een beetje als een bedreiging. Maar al heel snel werd duidelijk waar InsurTechs net de meerwaarde kunnen gaan vestigen, ook voor bestaande spelers in die markt. Niet veel later was het dus zo dat de hele markt InsurTech omarmde en dat iedereen eigenlijk de meerwaarde inzag van te partneren of samen te werken met een InsurTech om die klantbeleving of procesoptimalisatie ten goede te komen. De mogelijkheden zijn eigenlijk eindeloos, maar vandaag wil ik toch toespitsen op vier verschillende pijlers om ervoor te zorgen dat we voor jullie natuurlijk hier duidelijk maken wat de impact nu net is die InsurTech heeft op de markt. De eerste stroming die is eigenlijk die van kantoorefficiëntie, dus natuurlijk voor jullie, de makelaars. Dat zijn spelers op de markt die heel hard inzetten op het wegwerken van die administratieve rompslomp door procesoptimalisatie te gaan doorvoeren. Hierdoor komt er meer tijd vrij voor jullie, die jullie kunnen gaan besteden aan jullie klant, om echt die klantbelevenis, jullie klant centraal te gaan plaatsen. Spelers in die markt actief zijn bijvoorbeeld Inslee in Oost-Europa of WeGroup in West-Europa. Een tweede stroming is die schadeafhandeling. Het is zo dat die spelers die actief zijn in die markt ofwel naar de bestaande processen gaan kijken en die gaan proberen te optimaliseren voor een efficiëntere afhandeling, of dat ze het echt met een andere blik gaan bekijken en dat hele schadeproces over een andere boeg gaan gooien. Hoe dan ook, het doel blijft hetzelfde. Ervoor zorgen dat de tijd tussen de schade en effectieve reparatie of uitbetaling zo min mogelijk blijft. Want dat zorgt nu net voor die goede klantenervaring. Spelers in die markt actief zijn bijvoorbeeld Keypoint, die echt instaat voor een herstelnetwerk in woningherstellingen, of Omnius, die echt artificiële intelligentie bouwt voor die schadeprocessen. Nu, je kan dat altijd nog een stapje verder gaan drijven door gebruik van embedded insurance. Dit is verzekering die eigenlijk toegespitst zit in het toestel zelf en die kan gemeten en waarop geacteerd kan worden. Een voorbeeld hiervan is een vluchtvertraging. Dit is nu echt een toestel, maar bij een vluchtvertraging kan dat natuurlijk gemeten worden en kan er bij de vluchtvertraging onmiddellijk uitbetaald worden op de rekening zonder dat de klant het eigenlijk zelf al heeft moeten navragen. Een stap verder is smartphone insurance, waarbij als je je smartphone laat vallen, dat de interne sensoren die valdetectie of die breuken kunnen gaan opmeten, doorsturen naar de centrale en een nieuwe smartphone voor je laten opsturen naar je deur vooraleer dat je zelf nog maar je smartphone van de grond hebt geraapt. Naast het optimaliseren van bestaande processen zijn er natuurlijk ook spelers die echt het volledige pakket willen gaan aanbieden. En die noemen we neo-insurers. Denk hierbij maar aan een Lemonade of een Hippo Insurance. Die willen echt gaan inzetten op de volledige value chain. Dus dat betekent echt het onderschrijven, het policybeheer en daarbij ook de schadeafhandeling van een product die ze zelf aanbieden naar de eindklant, dus B2C gericht. Meestal gaan ze in de markt met een niche-propositie, dus met één enkel verzekeringsproduct, maar gaan ze daar wel heel uniek gaan op inzetten. We zien dat dat ook heel populair is in de US en meer van die spelers komen ook actief in de Europese markt. Een laatste categorie zijn dan die spelers die een digitale laag aanbrengen voor bestaande spelers om ervoor te zorgen dat ze mee zijn met de vernieuwde manier van werken. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan een casco insurance. Die laten toe om verzekeraars eigenlijk een digitaal product te gaan bouwen of een nieuw verzekeringsproduct te gaan samenstellen zonder echt te moeten inzetten met de limitaties van een oudbollig softwaresysteem. En op die manier kunnen ze die toch heel vernieuwend gaan aanbrengen op een heel snelle manier naar hun makelaars of eindklanten toe. Andere spelers zoals Wacom en Cover bieden dan hun eigen producten aan, die ze zelf hebben samengesteld, maar dat op een heel unieke digitale manier, om ervoor te zorgen dat verschillende partners daarmee kunnen integreren.
Ik denk hier bijvoorbeeld aan de insurance die beschikbaar is via Deliveroo voor de riders die cover aanbiedt. Nu, wij als WeGroup proberen ook heel sterk in te zetten op die insurtech waves en zien dan ook dat die nicheproducten meer en meer interesse krijgen. Daarom zijn wij ook aan het proberen om ervoor te zorgen dat jullie als makelaars ook deze producten zullen kunnen aanbieden naar jullie eindklanten toe met de digitale belevenis die zij daar ook verwachten. Zo, ik hoop dat ik jullie vandaag iets heb kunnen bijleren over insurtech en echt de focus en de kracht daarvan. Als jullie willen op de hoogte blijven van het nieuws of insurtech in het algemeen, vergeet jullie dan zeker niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en schrijf jullie in voor de nieuwsbrief. Tot snel!